In augustus zijn de financiële markten wereldwijd in de greep van onzekerheid over de Chinese economie. Na flinke verliezen op de Chinese beurzen verlagen de autoriteiten de waarde van de munt om de onrust weg te nemen. De markt lijkt niet overtuigd. Een tegenvallend cijfer over de industrie in het land geeft het laatste zetje. De markten in de Verenigde Staten en Europa sluiten ook met zware verliezen. Op de Europese markten verdampt op 24 augustus 400 miljard euro aan beurswaarde. Ook de lage grondstofprijzen spelen een rol. Beleggers twijfelen of het een kwestie is van overaanbod of dat de vraag vanuit grootverbruiker China afneemt omdat de economische groei afkoelt. Daarnaast zou ook de mogelijke renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank voor nog meer onrust kunnen zorgen in opkomende economieën. China, de opkomende markten en grondstoffen zitten in een vicieuze cirkel. Onzekerheid bij de een voedt onzekerheid bij de rest.